Hoi allemaal, welkom bij Fem. Deze week is het Paasweek bij Fem en dat betekent dat we iedere dag een video uploaden wat te maken heeft met Pasen. Vandaag is het tijd voor mijn Paasvideo en ik heb vandaag 3 do-it-yourselves voor jullie die heel erg makkelijk zijn en ook nog eens best wel betaalbaar. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn do-it-yourself video en wil je leren hoe je dit achter mij kunt maken, kijk dan vooral mee. Het eerste wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe ik paastakken decoreer. En ik heb gekozen voor witte paastakken en een mooie witte vaas om ze in te doen. En daarbij heb ik zachte roze tinten paaseitjes gekocht die je dan in de takken kunt ophangen. En dat doe ik op deze manier. Wanneer alle eieren in de takken hangen, ziet het er dus zo uit. Om de simpele vaas wat op te leuken, doe ik er ook een pastelkleurig strikje omheen. En dan ziet het er uiteindelijk zo uit. Heel erg simpel en ook nog eens heel erg snel om te maken. En nu is het tijd voor de volgende do-it-yourself. En hiervoor heb je nodig een glazen potje, een roze strik, een mintkleurig kaarsje en natuurlijk acrylverf. En deze zijn van de Action en ik ga nu zelf kleuren mengen. Dus daarvoor gebruik ik 3 verschillende tinten. Nou, nu is het tijd om de kleuren te gaan mengen. Ik wil namelijk pasteltinten gebruiken voor deze do-it-yourself. En ik had zelf geen pasteltintenverf, dus ik ga het maar gewoon zelf maken. En dat doe je natuurlijk met wit en daarbij de tint die je wilt gebruiken voor de kaarshouder. En ik ga nu pastelblauw en pastelroze mengen. En nu, het volgende wat je doet is stipjes zetten op het glazen potje, zodat het er heel erg schattig en paasachtig uitziet. Nou, dan ziet het er nu zo uit met de roze stipjes en dan gaan we nu verder met de kleur blauw. Ook deze verf meng je goed totdat je de gewenste kleur pastelblauw hebt. En nu ga je verder met stipjes zetten en dat doe je gewoon rondom de roze stipjes totdat jij het genoeg vindt. Ook om de kaarshouder doe ik een schattige pastelkleurige strik. Het geeft gewoon net iets extra's en ik vind het gewoon heel erg mooi en schattig staan. En zo ziet dit er dan uiteindelijk uit. Heel erg schattig, simpel en ook nog eens snel klaargemaakt, net als de takken. En nu is het tijd voor de laatste do-it-yourself en deze is heel erg simpel. Hier heb je eigenlijk alleen maar 3 dingen voor nodig. En dat zijn allereerst deze schattige eitjes op stokjes. En deze heb ik gekocht bij de Bibra voor 1 euro per stuk, dus 1 euro per pakje. En je hebt nodig een pot met daarin rijst. En die ga je dan gewoon vullen met de eitjes op deze manier. En dan ziet het er uiteindelijk zo uit. Het lijkt alsof je heel erg veel moeite hebt gedaan, maar dat is dus niet zo. Want ik heb het gewoon kant-en-klaar gekocht en dan heb ik het zelf gedecoreerd op deze manier. Dus dit waren dan mijn do-it-yourselves voor vandaag, voor Pasen. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden om te zien. En ik wens jullie alvast een hele fijne Pasen toe. En vergeet je ook niet te abonneren op Fem. En hopelijk tot volgende week. Doei doei! Ik ga jullie vandaag wat vertellen over de fitness- en gezondheidstrends van 2014. De eerste trend van dit jaar is absoluut voeding.